Hallo sappige leerlingetjes van JustUsPerkamentus, welkom bij een gloednieuwe video op ons kanaal. In deze video gaan we bespreken wat mijn top 10 is van de soundtracks van de Pokémon games in de Kanto regio. Deze top 10 is helemaal gebaseerd op mijn mening, dus als je het er niet mee eens bent, dat kan. Laat een reactie achter met wat jouw top 10 is en dan gaan we zien hoeveel er overeenkomt. Op nummer 10 staat Bicycle. Iedereen vindt het altijd vet als je zijn bicycle krijgt. Je kan eindelijk sneller door de game heen. Soms is dat minder leuk omdat je dan dingetjes mist. Maar het is altijd fijn dat je niet meer hoeft, op die B hoeft te drukken voor die running shoes. Maar dat je lekker op je fiets door grasjes heen kunt rijden. Je bent gewoon veel sneller. Daarom heb ik dit liedje gekozen. Omdat mensen het fijn vinden als ze hun bicycle hebben. Op nummer 9 staat SSN. Ik heb de SSN gekozen als nummer 9 omdat ik het gewoon een hele serene, rustige muziek vind. Je merkt dat er gewoon een soort van peace op het schip is. Je weet dat je daar gewoon lekker rustig aan met vriendelijke trainers kan gaan vechten. En dat het niet zo spannend gaat worden. Op nummer 8 staat Cinnabar Island. Cinnabar Island, als je daar bent gekomen, heb je gewoon het gevoel van: ik ben lekker ver in de game, ik hoef niet zo heel veel meer te doen. Ik moet een mansion in, ik moet eventjes nog 2 gympjes verslaan en dan kan ik naar de Pokémon League toe. Nu is het wel zo, bij Pokémon Leaf Green en Fire Red moet je ook nog eerst naar die eilanden toe. Dus dat maakt het wel wat langer. Maar het is gewoon het gevoel dat je lekker ver in de game bent, is waarom ik deze song heb gekozen als nummer 8. Op nummer 7 staat Come Along. Dit is gewoon een heel vrolijk muziekje. Heel veel mensen, als ze de game al eens hebben gespeeld, hebben er misschien de pest in omdat ze gewoon door willen gaan en dat ze niet willen zien waar ze naar de Pokémon Center moeten en waar ze naar de Pokémon Markt moeten. Maar ik vind het gewoon zo vrolijk muziekje, dus dat is de reden waarom ik deze heb gekozen voor nummer 7. Op nummer 6 staat Game Corner. Dit is ook de enige Game Corner die ik eigenlijk echt heb gespeeld, omdat ik die Porygon wou. Normaal speel ik niet zo vaak de Game Corner, maar omdat ik zoveel in die Game Corner ben geweest voor die Porygon, is dit gewoon een liedje wat mij bij is gebleven. Het is een soort van nostalgie wat het geeft. Dus vandaar dat ik deze heb gekozen als mijn nummer 6. Nummer 5 is Pallet Town. Ik vind altijd de liedjes die je hebt in dit beginstadje altijd iets hebben van een nieuw begin. Dat gevoel geven ze altijd en dat vind ik ook bij dit Pallet Town muziekje. Ik heb deze dus gekozen als mijn nummer 5 omdat het gewoon een goed gevoel geeft van yes, ik ga aan een Pokémon game beginnen. Op nummer 4 staat de Gym Leader Battle. Dit is zo'n lekker muziekje. Je weet gewoon dat er een goed gevecht aan de gang is. Vooral omdat je natuurlijk in de andere gevechten allemaal een wat andere muziek hebt. En dit is echt van, oh nu gaan we ervoor, nu gaan we tegen een Gym Leader vechten. Dus daarom heb ik deze gekozen voor nummer 4. Nummer 3 is Victory Road. Hoe episch is deze muziek? Je zit echt gewoon van pom pom. Echt zo van, oh het wordt zo spannend. En zeker de eerste keer denk je van, oh dit is wel heel vet. Maar ja, ik heb deze dus daarom gekozen. Omdat ik hem zo episch vind als je dan die Victory Road betreedt. Dat je dan dit hoort. Ik heb daarom deze gekozen als nummer 3. Mijn nummer 2 is Safi Island. Oh, als je dit voor het eerst doet, denk je ook van wow, waar ben ik gebleven? Later kwam ik er wel achter dat dit volgens mij Johto muziek is. Dus dat ik die misschien in de volgende aflevering zou moeten doen. Maar ik vind dit zo vette muziek dat ik daarom deze heb gekozen als mijn nummer 2. En zometeen komt mijn nummer 1 en die is... Mijn nummer 1 is Safi Island 6 en 7. Ik kwam er ook weer later pas achter dat dit eigenlijk gewoon Johto muziek is. Maar dit geeft me zo'n goed gevoel. Echt, oh. Nee. Ik laat hem jullie eventjes afluisteren. Ik vind hem in ieder geval heel erg tof. Bedankt voor het kijken van mijn top 10 soundtracks van de Kanto Pokémon spellen. Ik hoop dat jullie bij de volgende keer er weer bij zijn, want de volgende keer gaan wij namelijk de Johto games ontleden. En dan gaan we daar de vetste soundtracks uitpakken. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Adios amigos.